Goeiedag. Ja, kletsnatte dagen hebben we achter de rug. De regenmeter die is flink volgelopen op sommige plaatsen. Lokaal echt meer dan 50 mm water. Vandaag is het relatief rustig, maar morgen krijgen we opnieuw te maken met neerslag. En dan zal die regenmeter opnieuw nodig zijn. Overigens vallen er nu ook wel een paar buitjes in het land, met name nu in het noorden. Vanmiddag kan in het zuiden van Limburg wat neerslag nog gaan vallen. Maar elders is het droog en zijn er ook momenten met zon, afgewisseld met veel wolkenvelden. Ja, het lage drukgebied dat dit weekende dus voor die vele neerslag heeft gezorgd, vinden we terug hier boven de Noordzee. De neerslagband die zien we er ook nog steeds mooi omheen krullen. Maar dit laag dat gaat nu wel geleidelijk aan verdwijnen en trekt richting Denemarken. En vanuit het zuiden krijgen we dan morgen te maken met een nieuwe storing die op komt zetten. Hier zien we die neerslagband aankomen. En dat zorgt ervoor dat er toch wel weer lokaal flink wat neerslag kan gaan vallen. Niet zoveel als in het weekende, maar 10 tot 20 mm. Ik sluit dat zeker niet uit. We kunnen dat hier mooi even zien. De neerslagsom die er tot donderdagochtend moet gaan vallen, ja, die is lokaal toch echt wel weer behoorlijk, ruim 10 mm. En dat valt dan morgen overdag. Nou, vanmiddag dus een enkele bui nog in het noorden, eigenlijk op de meeste plaatsen al droog. In het zuiden dan de kans op een bui wat groter. En verder temperaturen zo tussen de 15 en 18 graden aan zee en in het noorden van het land. En dieper landinwaarts wordt het zo'n 19 of 20 graden. Dat alles bij een matige wind uit het westen-zuidwesten. Vanavond is het dan heel rustig en ook vannacht is dat het geval. En morgen komt dan die neerslagzone binnenschuiven. Als we de kaart er even bij pakken, dan zien we in de ochtend nog best wel wat zonnige momenten. Momenten in het noorden en oosten, maar vanuit het zuidwesten dus die wolkenband met die regen. En dan zal het voor de neerslag uit nog wel even 17 graden kunnen worden. In de regen is het zo rond de 15 graden. En dan in de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten ook weer opklaren. En als dat gaat gebeuren, kan de temperatuur nog eventjes omhoog gaan. Kan het toch nog wel 18 of 19 graden worden. De wind die waait afhankelijk uit het zuiden, zal later op de dag gaan draaien naar het zuidwesten. Donderdag nog een enkele bui, is er al wat meer ruimte voor de zon. En wordt het zo'n 19 tot 21 graden. En vanaf vrijdag volgen dan een reeks droge dagen waarbij de temperatuur ook omhoog gaat. Vrijdag kan het al dik 20 graden gaan worden op de meeste plaatsen. En zaterdag dan kan het zelfs in het zuiden van het land al 24 of 25 graden gaan worden. Kijken we ook nog even naar de andere dagen, dan zien we dat ook zondag de temperatuur in het zuiden tussen de 24 en 26 graden kan uitkomen. En maandag lijkt ook gewoon een droge dag te worden met flinke zonnige perioden. Kortom, het wordt beter weer naarmate het weekend dichterbij komt. Fijne dag nog.